Dit is hoe jij 50% meer voor je massages kunt vragen zonder dat je veel klanten gaat verliezen. Voordat ik je dat ga vertellen, wil ik je eerst meenemen in een vergelijking naar een restaurant toe. Stel je voor, je gaat naar een superluxe Michelin restaurant met het beste eten wat er is. Het beste stukje vlees wat je ooit in je leven hebt geproefd. Maar je zit op een plastic stoeltje, op een plastic tafeltje. Nou, het is niet echt lekkere temperatuur in het restaurant. Het is rumoerig, er hangt geen lekkere muziek. De service is slecht. En in het algemeen, een stukje vlees is wel geweldig, maar eigenlijk alles eromheen klopt gewoon niet. Of je gaat naar een ander restaurant toe. En je loopt daar binnen en je wordt vriendelijk begroet door een gastvrouw of door een gastheer. Naar je tafel gewezen. Je hebt een mooie tafel, mooie omgeving eromheen, mooie sfeer, een kaarsje erbij, comfortabele stoelen. De service is geweldig. De muziek is geweldig, de temperatuur in het algemeen is goed, de geur die er hangt is goed. Eigenlijk alles is geweldig en je krijgt je stukje vlees. En het is misschien niet perfect, maar het is nog steeds goed. Waar zou je dan uiteindelijk nog meer op terugblikken? Zou je dan kijken naar dat eerste restaurant waar je het perfecte stukje vlees had, maar waar de rest niet klopte? Of ga je dan misschien weer kijken naar dat tweede restaurant, waar misschien het stukje vlees niet geweldig was, maar alles eromheen klopte gewoon en je had een ultieme beleving die avond samen met je partner of met je familie of met wat vrienden. Ik ben ervan overtuigd dat hetzelfde geldt voor een massage. Er zijn heel veel methodes hoe je je massages kunt verbeteren. Ik bedoel, ik kan gewoon met mijn handen masseren, ik kan mijn onderarmen gebruiken, ik kan mijn elleboog gebruiken. En op het ene moment is het uiteraard beter om de ene techniek te gebruiken dan op de andere techniek. Maar voor veel masseurs gaat die ene extra cursus om nog een betere techniek te krijgen niet het verschil maken. Wat echt het verschil gaat maken, is focussen op de hele beleving van de massage. Net als bij dat restaurant waarbij je focust op de hele beleving van het restaurant en niet alleen op dat stukje vlees. Ga eens bij jezelf na. Op het moment dat iemand je massagepraktijk komt binnengelopen, of op het moment dat je bij iemand aan huis langs gaat voor een massage, hoe kom je binnen? Ben je ontspannen? Ben je er op dat moment echt helemaal aanwezig? Of ben je misschien nog een beetje nerveus? Of was je misschien te laat en ben je nog wat gestrest? Nee, je moet ervoor zorgen dat je op dat moment natuurlijk volledig ontspannen bent en dat je er volledig voor die persoon bent. Wat verder uiteraard nog veel belangrijker is, is hoe ziet je massageruimte eruit? Werk je met een goede massagetafel? Ik bedoel, als je op zo'n krakkemikkige massagetafel werkt en je hebt toevallig net iemand die wat zwaarder is en die gaat op die tafel liggen en die hoort alles wel kraken, denk je dat die persoon comfortabel en ontspannen op die tafel ligt? En hetzelfde geldt voor de geur die in de ruimte hangt. Ik bedoel, misschien dat je zelf wel werkt met etherische oliën of dat je met een soort parfum werkt. In ieder geval iets wat een ontspannen geur geeft of een ontspannen sfeer geeft voor de persoon om gewoon nog meer tot rust te kunnen komen. En met wat voor licht werk je in je ruimte? Werk je met juist heel fel blauw licht? Nou, dat is natuurlijk niet heel erg ontspannend. Of werk je met wat geler, wat warmer licht, waardoor je gewoon nog net wat meer ontspanning kunt bieden zonder dat die persoon daadwerkelijk echt gemasseerd wordt. Maar dat de ruimte zelf gewoon al heel veel ontspanning geeft. Nou, daarna, wanneer die persoon daadwerkelijk op de tafel ligt, klap je dan meteen het doek open en ga je dan meteen gewoon meteen beginnen met masseren? Of maak je even een momentje van contact met de persoon? En kijk je even hoe je er echt zelf bij staat. Ben je zelf volledig ontspannen? Denk je nog misschien aan het boodschappenlijstje wat je nog in je hoofd hebt zitten? Of ben je echt bezig met het masseren op dat moment en sta je klaar om een goede massage te geven? En daarop volgend, wat denk je van het textiel dat je gebruikt? Maak je gebruik van dat oude strandlaken wat je misschien al 5 of 10 jaar lang in de kast hebt liggen en nou denkt van ja, ik heb het toch al liggen, dus dat kan ik prima gebruiken als afdekdeken voor mijn massages. Of maak je gebruik van een luxueus deken, wat gewoon lekker fijn aanvoelt voor je cliënt. Op dat moment niet te warm is, niet te koud is, waardoor die gewoon nog net wat comfortabeler en ontspannender op die tafel kan liggen. En denk misschien ook nog een stukje verder wanneer het moment dat je de olie gaat gebruiken. Laat je die olie gewoon meteen op je koude handen vallen en ga je dan masseren. En die persoon die schrikt misschien een beetje van de koude olie die op hem ligt. Maak je gebruik van een comfortabele oliewarmer, waarmee je de olie gewoon handwarm kunt maken. Waardoor die cliënt in ieder geval het gevoel krijgt dat de olie niet koud is en dat hij meteen fijn aan die massage begint. Al die kleine dingen die het verschil kunnen maken. Van de manier hoe jij er staat tijdens een massage, de spullen die je gebruikt, de geur die hangt in je ruimte, de muziek die je gebruikt. Dus tja, uiteindelijk doet het er natuurlijk echt wel toe hoe goed je technieken zijn tijdens een massage. Maar wat nog veel belangrijker is, is de hele belevenis die je voor je cliënten creëert. En die begint al op het moment dat je de deur open doet, of dat de cliënt de deur open doet, op het moment dat je bij hem thuis langs gaat voor een massage. En zeker als je je eigen ruimte hebt, heb je daar veel meer invloeden op door gebruik te maken van de juiste geuren, door gebruik te maken van het juiste licht, door gebruik te maken van het juiste geluid, dus van de juiste muziek.
En ja, soms ben ik er echt van verbaasd, maar ik zie soms nog gewoon masseurs die werken met de gratis versie van Spotify, waarbij je na ieder half uur weer een reclameblok ertussen hebt. Ja, je cliënt is het toch wel waard om gewoon even een uur volledig te kunnen ontspannen zonder reclames tijdens de Spotify playlist tussendoor. Dus investeer gewoon in een Spotify Premium. En daarnaast uiteraard maak gebruik van de juiste materialen, waardoor je nog meer professionaliteit geeft tijdens je massages en je cliënten gewoon nog net wat dieper kunnen ontspannen. Zeker met een goede, comfortabele massagetafel. En al die dingen samen, die zijn misschien nog veel belangrijker dan de technieken die je hebt. En tuurlijk, de technieken die je hebt, die zijn ook heel belangrijk. Maar houd ook rekening met alles wat er om de massage heen gebeurt. En ook hoe je de massage afsluit. Dus, hoe kan je je tarieven met 50% verhogen zonder dat je klanten gaat verliezen? Focus op het creëren van een volledige beleving en maak de vergelijking met een Michelin restaurant. Ben jij die masseur die enkel dat hele stukje geweldige vlees heeft waar de mensen op een plastic stoeltje zitten? Of ben jij de masseur waar je over alles hebt nagedacht en de volledige belevenis is uitgedacht, waarbij je cliënten zich als een koning of een koningin voelen tijdens de 60 tot 90 durende massage?